vlees? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Vandaag staat er vis op het menu en het wordt een curry in een hurry. Ja, je kan binnen 20 minuten, of in ieder geval rond de 20 minuten, een curry maken. En ik ga dat maken met kabeljauw. En ik maak een hele groene curry met bosui, gember, koriander, een beetje knoflook, groene chilies en spinazie, waardoor die knalgroen blijft. Dat vind ik supermooi. Maar we beginnen eventjes met het zouten. We beginnen met de vis. Ik ga de vis eerst eventjes in vieren snijden. En ik heb voor kabeljauw gekozen omdat dat echt een allemansvriend is. Hij heeft een niet heel uitgesproken smaak. En iedereen vindt hem lekker daardoor. Nou, wat ik dus even doe, ik heb hem in vieren gesneden alvast. Ik moet even kijken waar het zout is nu. Is dit het zout wat ik nu... Ik denk het wel van ja, dat jij dat zout zijn, ja. Ik zout deze alvast van tevoren, omdat dat het vocht onttrekt. En daardoor wordt de kabeljauw iets steviger. Want één nadeel van kabeljauw is dat het snel uit elkaar valt. En hierdoor wordt het ietsje steviger. Mm-hmm. Ja? Dus dit laten we lekker liggen. En dan gaan we door met de curry. Nou, voor de curry heb ik allemaal expres groene ingrediënten. Ik heb groene lombok. Dat zijn deze chilipepers. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, het wordt een pittige curry. Maar als je nou kinderen hebt die mee eten, dan kun je dat ook door een groene paprika vervangen. Mm-hmm. Kijk, ik haal ze er zo af, die kroontjes. Dan behoud je zoveel mogelijk van het vruchtvlees. Nou, dat hakken we gewoon even zo grof, want ik ga het allemaal nog fijn malen. Dus dat hoeft allemaal niet secuur. Zo. Hop. En vandaag is het visdag van jou. Hoe vaak staat er bij jou vis op het weekmenu? Nou, ik probeer gewoon één keer per week vis te eten. En dat is ook wat aangeraden wordt. Hè. Vis is hartstikke gezond. Maar om overbevissing te voorkomen willen we ook weer niet te veel vis eten. En kabeljauw is een duurzaam gevangen vis. Dus helemaal perfect daarom. En er zitten gewoon goede stoffen in. En ik vind het eigenlijk lastiger om... ik moet mezelf eigenlijk inhouden om niet meer vis te eten, want ik ben echt dol op vis. En op groen. En op groen. En aan de slag met... Ja, dus ik doe nu bosui in plaats van gewone ui. Hoppakee. Omwille van de kleur? Ja, vanwege de kleur en de smaak. Mm-hmm. Het is ook wel iets zachter. Zo. We kunnen een klein beetje van het groen bewaren, eventueel voor de voor strakjes. Zo, nou dan ga ik dit alvast, even kijken, ja, nog gember. Ik denk dat ik het in twee keer ga doen, want mijn maatbekertje is niet groot genoeg. Mm-hmm. En dan doen we er lekker gember bij. En het is gebaseerd op een Thaise groene curry. Maar het is wel ietsje anders om het even wat rapper te maken. Normaal gaat er ook nog laals bij. Maar ik dacht, nou, met gember, dat kan je gewoon bij de supermarkt krijgen. Heb je ook al een hele lekkere smaak. Ja, sowieso super fijn. En ook dapper dat je laat zien dat een curry binnen de 20 minuten zelf ja. is maken. Knoflook natuurlijk. Zou je die nog lang kunnen bewaren? De currypasta? Mm-hmm. Nou, die kan je wel een paar dagen bewaren. Ja. Niet te lang. Maar ik zou hem dan eigenlijk alvast bakken. Dat scheelt. Zo, ik heb echt een enorme knoflookteen. Dus ik... misschien moet het hierbij houden. Nou, toch voor de zekerheid nog één teentje. Is gewoon lekker. En curry is echt een smaakexplosie. En even kijken, dat gaat er nog meer in. Ja, ik heb hier korianderpoeder. Ik heb een beetje komijnpoeder. Dat geeft allemaal lekker smaakdiepte. En dan nog een beetje zout. Nou, ik ga dit alvast fijn malen. En dan moeten we eventjes...
Oeh, het ruikt al lekker, joh. Mmm. Nou ga ik iets heel geks doen. Want ik ga er ook nog spinazie bij doen. En dat doe ik voor de kleur. Daardoor wordt het zo'n hele mooie knalgroene curry. Die smaak van een groene curry is ook wat anders dan van een rode curry. Hè? Een groene curry heeft echt een groene smaak. Klinkt een beetje raar, maar rood is wat warmer van kleur. Hoe zouden we die dan maken in plaats van spinazie? Wat geeft dan de rode kleur aan de rode curry? De chilipepers. Mm-hmm. En ik zei warmer van kleur, maar ik bedoel eigenlijk warmer van smaak ook. Dit smaakt gewoon wat frisser. Zo. Nou, deze er nog bij. En als je thuis een keukenmachine hebt, dan kun je die ook gebruiken. Dat gaat misschien net wat sneller. Nou, dan hebben we hier een hele knalgroene pasta. En die gaan we bakken. Zo. Alle smaak uit de staafmixer in de pasta. En dan zet ik deze alvast aan. En dan gaan we de currypasta gaan we natuurlijk eventjes bakken. Ja, want dat is een belangrijk stadium. Want als je dat niet bakt, dan smaakt het wel erg rauw. Dus die currypasta gaan we even lekker bakken. Even wachten tot de pan goed warm is. En je bakt in zonnebloem? Ja, ik gebruik gewoon een hele neutrale olie. Hè, dus zonnebloem, soja, arachideolie zou je ook kunnen gebruiken. Mm-hmm. Maar ja, daar ben ik dan weer allergisch voor. Dus dat is voor mij niet echt een goed idee. En even kijken, ga ik ondertussen alvast de krieltjes. Als je hele kleine krieltjes hebt, dan hoef je ze niet fijn te snijden. Maar die van mij zijn wat groot. En die snij ik klein, omdat je ze dan ook sneller gaart op die manier. Zo, nou, deze doen we in de pan. En die mooie groene kleur van jou, die blijf je behouden, ook als je die bakt, die curry? Ja, want ik bak het niet al te lang. Zo, ik zie ergens nog een spinazie-stieltje, maar dat maakt helemaal niet uit hoor. Want er gaat straks nog meer spinazie in. Zet hem even lekker hoog. Bakken we hem 5 minuutjes zo. Dat hij inderdaad nog wel de kleur behoudt. Maar dat, ik zie wel hier een stukje groene peper. Dat nog heel is. Die haal ik er even tussenuit. Want als iemand die straks te eten krijgt, dan is dat misschien wat erg heftig. En zie je hoe makkelijk het eigenlijk dus is om snel zelf een currypasta te maken. Het is echt zo gebeurd. Mm-hmm. En natuurlijk kun je ook met een kant-en-klare pasta werken. Hè? Maar ik vond het wel leuk om je te laten zien dat het echt kan. Nou, ietsje zachter. Zo. En ook gewoon voor de geuren in de keuken, hè, toch? Mm, en het idee dat het allemaal zo vers is, dat geeft mij in ieder geval een heel goed gevoel. Zo van en goesting, hè? In het Vlaams zeggen wij goesting. Precies, ja. Oké, laat deze even weg. En dan hebben we dus die krieltjes. En ja, je vraagt je misschien af, waarom doet ze nou krieltjes en niet gewoon rijst? Nou, dat vond ik gewoon grappig om een keer met aardappeltjes te werken. En het lekkere is, die koken mee in de curry. Dus die worden lekker, die krijgen echt de smaak van de curry. Dus het is helemaal, eigenlijk een soort eenpans maaltijd. Mm-hmm. En af en toe, dat is niet helemaal waar, want de vis bak ik apart. Maar nagenoeg een eenpans maaltijd. Zo. Nou, hè, deze heeft lekker gebakken. Doen we daar kokosmelk bij. En de aardappeltjes, die kunnen er nu ook bij. Die moeten eigenlijk natuurlijk het langst garen. Dus je gaart die rechtstreeks in de curry en kokos? Ja, gaan er gewoon meteen bij. En dan heb ik hier kokosmelk. Dat gaat erbij. Zo. En water. Ik kan altijd ook water toevoegen. Want dan smaakt het te veel naar kokos. Hoe lang zou je die laten koken, die aardappeltjes?
Ja, nou ja, we moeten binnen 20 minuten klaar zijn. Dus dat... Ja, we zitten ongeveer halfweg. Dus dat is... Ik hoop dat we het redden. Je mag het flink hoog zetten. Zo, en dan zie je nu al die mooie groene kleur. En dan ga ik het nog een klein beetje op smaak brengen met vissaus. Een vissaus geeft echt die umami. Er gaat ook, past dat heel goed bij de kabeljauw natuurlijk. Dat we eten sowieso al vis. En als je het vegetarisch zou willen houden, ik gebruik al heel vaak miso als smaakmaker. Voor als je het vegetarisch wil houden, kun je bijvoorbeeld witte miso gebruiken. Zo, nou, dit laten we lekker gaan. En dan gaan we intussen de vis bakken. Deze pan heb ik eigenlijk niet nodig. Even kijken, deze zetten we hier. En miso, dat is een soort van sojapasta, zeker? Ja, miso is eigenlijk een pasta van soja en vaak ook sojabonen en vaak ook tarwe. En het is gefermenteerd. Het is een Japans iets. Maar volgens mij hebben de Chinezen het uitgevonden, maar die hebben alles uitgevonden. En ja, dat geeft gewoon heel veel hartigheid. En dus dat is een heel fijn product om in je keukenkast te hebben. Voor de vis ga ik boter gebruiken en een beetje olie. En waarom? Nou, de boter is voor de smaak. En de olie is zodat het wat heter kan worden. Want als je olie of boter te heet laat worden, dan gaat het verbranden. En dat willen we natuurlijk niet. En door de olie kan je daardoor de temperatuur... Oh, die staat hier al. Ja, ik was hem even kwijt. Ik zag je zoeken, maar ik wist niet wat je aan het zoeken was. Dus als de pan heet, doen we een beetje olie. Hè? Dus die olie is eigenlijk alleen maar zodat de rest, zodat de boter heter kan worden. Ik doe de helft van de boter ongeveer, want ik ga er straks ook nog een beetje boter bij smelten. Nou, die laten we dan smelten. Dus je hebt de kabeljauw al gezouten? Ja. Zonder peper voorlopig? Of, Ja, dat gebruik ik niet standaard. Okay. Dat is, nee, want er zit al zoveel peper in de curry. Dus dat hoeft naar mijn idee echt helemaal niet. Nee, mijn man vindt mij ook altijd raar. Die zegt van, hoezo geen peper? Nou, hoeft niet altijd. Kijk, en nu zie je al dat hij een beetje vocht heeft losgelaten. Hè? Dus ik dep hem een beetje droog, die kabeljauw. Zo wordt hij steviger, hè? Dat is ja, zo wordt hij steviger. Hoe langer je hem laat liggen, hoe steviger die wordt. Je zou hem zelfs een dag van tevoren, dan is hij echt stevig, zou ook prima kunnen. Oké. En verandert de smaak ook? Nee, het wordt wel iets zouter natuurlijk. Ja, voilà. Ja. Nou, dan gaan we deze... even kijken. Heb ik een tangetje? Even kijken of ik nog ergens een tangetje heb. Het lekkere hieraan vind ik ben eigenlijk een beetje aan het spelen met de westerse en de oosterse keuken. Want in de oosterse keuken wordt natuurlijk geen boter gebruikt. Maar dat geeft nou net dit gerecht, ja, iets, hoe zeg je dat nou, een beetje iets luxe. Die lekkere boter waar die vis in gebakken is. Als je nog minder tijd hebt, kun je ook die vis op het laatst gewoon in de curry gooien. Dat zou ook nog kunnen. Oké. Maar dit is net wat fancier. Nou, ietsje hoger zetten. Zo. En dan gaan we die vis lekker bruin bakken. Ondertussen staat die curry ook lekker te loeien. En hoe gaan we met de tijd? Prima, op schema. We hebben nog 13 minuten. Nou, het moeilijkste van koken is om van je gerechten af te blijven. Dus je moet nou niet aan de hele tijd aan die vis gaan lopen. Dan moet je gewoon rustig op één kant laten garen tot hij een mooi bruin korstje heeft. En dat is vaak het moeilijkst, om er af te blijven. Stel, zoals je zei, we garen de vis toch in de curry. Wat is dan de kunst om hem niet uit elkaar te laten vallen? Wat zei je nou, sorry? Stel, we garen de vis in de curry. Wat is dan de kunst om hem om niet aan elkaar... Ja, dan gaat hij wel een beetje uit elkaar vallen. Ja, dat sowieso. Maar als je hem dus de avond van tevoren zout, dan heb je daar dus minder last van. Ja. Ik ga ondertussen alvast even proeven. Want ja, je moet altijd je eten proeven natuurlijk. Lekker? Ik ga
ga toch nog een beetje vissaus toevoegen. En een beetje... een beetje suiker zou kunnen. Nou, dat heb ik nu niet bij de hand, maar dat zou wel lekker zijn. Klein beetje suiker erbij. In de Thaise keuken gooien ze ook heel veel suiker in. Vaak iets te veel naar mijn idee. Maar hij is al helemaal goed op smaak. Het is best heel pittig. En het is fris. En dat zouten van die vissaus. Dus dat is eigenlijk in heel korte tijd heb je dus zo'n complex gerecht gemaakt. Kijk, nou is die al mooi. Nou, nog heel even wachten. Nog heel even tot het net wat bruiner is. En wat ik dan doe, maak het echt fancy. Rasp ik ook een beetje limoen. Opnieuw groen. Ja, dat vind ik zo lekker. Ik ben zo gek op limoenrasp. Ja, want voor de Nyam-kijker die Vanya niet kent, je staat ook echt voor de Indonesische keuken. Je bent ook helemaal fan van de Italiaanse, maar ik zie jou toch ook een aardappeltje gebruiken. Dus, oh ja, zeker. Een ode aan de Nederlandse, Vlaamse keuken daar. Ik hou gewoon van fusion. Voilà. Dus op een speelse manier met verschillende ingrediënten werken. Dat vind ik echt heel erg leuk. En kijk eens hoe mooi die vis nou is. Heel mooi bruin. Zo ietsje lager zetten, want ik zie dat de boter nu bruin aan het worden is. En de hitte neemt natuurlijk toe naarmate het langer in de pan ligt. Nou, dit gaat ook goed. Ik ga bij die curry nog wat spinazie doen, want ik heb nog heel veel mooie wilde spinazie over. Als je trouwens niet aan wilde spinazie kan komen, dan hoe lang zitten we in de tijd? Nog 4 minuten? Ja, helemaal goed. Dus ik doe er ook nu spinazie bij. En die laat ik dan slinken. Je kunt ook gewone spinazie gebruiken. Wilde heeft gewoon net wat meer smaak. En heeft ook heel veel mooie structuur. En, zou je nog andere groenten kunnen wegmoffelen voor kids? Ja, tuurlijk. Weet je, als je nog sugar snaps hebt. Of je hebt... wat heb je nog meer in je keuken laten liggen? Zolang het maar groen is, lijkt het. Zolang het maar groen is, ja. Nou ja, dat hoeft ook niet hoor. Ik bedoel, je mag er ook... er mag ook heus een stukje wortel in. Kijk, ik hou echt van ton sur ton, zoals ze dat zo mooi in het Frans zeggen. Maar sommige mensen houden juist van heel veel kleur op hun bord. Dus dat moet je echt lekker zelf weten. Kijk eens. Nou, het is echt boordevol groente. En ik vind het ook lekker om die spinazie net niet helemaal te laten slinken. Dus dat het nog een klein beetje beet heeft. Ik ben trouwens iets vergeten. Maar goed, die kunnen we dan alsnog aan het einde toevoegen. Maar bij de pasta hadden ook... In onze curry, ja. Ja, daar wilde ik eigenlijk de korianderstiltjes nog bij doen. Want die geven ook superveel smaak. En ik wilde het net niet zeggen, maar ik miste wel iets toen ik die curry proefde. Dat was het dus, die korianderstiltjes. Nooit weggooien, die hebben onwijs veel smaak. Maakt niet uit, als jullie het thuis gaan doen, doe je het gewoon goed. Nou, kijk eens. Och, die vis. Hoe zitten we in de tijd? 18 minuutjes na, we zijn er bijna hoor. Kijk eens, en hij is mooi bij elkaar. Nou ga ik de rest van de boter toevoegen. En dan ga ik nog eventjes arroseren, zoals ze dat met een chic woord zeggen in het Frans. Dus dan ga ik die boter een beetje over die vis lepelen. Nou. Om de vis opnieuw te laten zwemmen, of waarom doe je dat? Nou ja, dat de smaak van de boter overal, als een soort jus eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Dus zo. En dan ga je dus zo die boter, die dus lekker smelt, over die vis druipen. Oh. En het geeft zo'n luxe gevoel in die curry. Het is een beetje een soort, ja, een Franse touch in een Aziatische curry. Nou, als de boter gesmolten is, dan zijn we er eigenlijk. Ik ga gewoon halen binnen de tijd. Mooi. En als je straks nog een proefkonijn nodig hebt, ik offer mij. Nou, je mag zeker proeven. Het ziet er heerlijk uit, echt waar. Kijk, ik doe nu gewoon die stiltjes toch een beetje erbij. Zo, dat doe ik ook vaak hoor. Als ik koriander rauw verwerk, dan hak ik de stiltjes ook mee. Doe ook een beetje blaadjes, dat ziet er mooi uit. We zullen het sowieso goed zetten op onze website nyam.tv, ja. Dat daar het receptje goed klopt. Hè? We gaan hem opmaken. Ik ben zelf helemaal verbaasd
dat het gelukt is binnen de tijd. En dan leggen we de vis daar zo mooi in. En dan doe ik er ook nog wat limoen bij zo. Maakt het echt helemaal af. Kijk, nou, ik word hier echt... Dit vind ik echt krachtvoer. Je hebt heel veel groenten, aardappeltjes, vis. Even kijken, waar is mijn tangetje? En een zelfgemaakte curry. En een zelfgemaakte curry. Nemen we deze, die allermooiste. Leggen we hier... Oh jee, wacht even. Nou, mag die niet aan elkaar vallen, hè? Waar is die? Ja, deze. Zo laten we zien aan de Njam-kijkers thuis dat dit is. Pure reality is. Voilà, prachtig. Nog een beetje koriander zo eroverheen. En dan ga ik als laatste, de finishing touch, nog een beetje van die boter van de vis. En die doen we dan. Ik heb inmiddels overal pannetjes en lepels en bakjes. En ik zie ook nog één ingrediënt op jouw werkblad. Ja. Liggen. Ja, we zijn er bijna. Dat is echt, dat wordt hem. Kijk, zo, dan doe je dus een beetje zo die boter ook in de curry. En dan zijn we bijna klaar. Namelijk kruidenzout. Kijk, dit is een heel smaakvol zout. En dat voeg je juist op het laatst toe. Daar zit ook een beetje kelp in. Dat is een soort zeewier. En als je dat op het laatst toevoegt, dan behoudt het echt zijn voedingsstoffen. Ik heb iets te veel. Doen we nog een klein partje limoen erbij en dan zijn we klaar. Toch ietsje buiten de 20 minuten, maar voilà. Een groene curry met kabeljauw en kruidenzout. En als jij het nou ook wil gaan maken, dan kun je dat recept terugvinden op njam.tv. Morgen kookt Bert Meeuwis snel, makkelijk en lekker. Hij zet dan een vleesgerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot Njam.